Ja, als je 100 jaar bent, dan kijk je achteruit, maar dan kijk je ook vooruit. En ik denk dat er voor de GGD ook de komende jaren nog heel veel werk te doen is. We zien toch een paar ontwikkelingen op het gebied bijvoorbeeld van infectieziekten. Waarbij we te maken hebben met de resistentie voor antibiotica. Waardoor infectieziekten vaker voor zullen komen. Dus infectieziektepreventie wordt een belangrijk deel van onze agenda. Klimaatverandering doet ook iets met gezondheid? Het zorgt ervoor dat het hier warmer wordt. En dat betekent dat we niet alleen de flamingo's in de biesbos zien, maar ook bijvoorbeeld insecten. En die ziekteverspreiders zijn. Nieuwe ziektes? Nieuwe ziektes, ja. En ik las in de stukken over 100 jaar GGD, de diepe wens is een blauwe zone worden. Wat is dat? Ja, een blauwe zone is een zone op de wereld waar mensen gemiddeld meer dan 100 jaar worden en langer en gelukkiger leven. Dat lukt op een Grieks eiland, dat lukt op Sardinië en nog op 3 andere plekken in de wereld. Ja. Wat is er zo bijzonder? Wat doen die mensen daar? Ja, daar is onderzoek naar gedaan. Er is gekeken naar wat verbindt nou die 5 gebieden. En er zijn een paar dingen die wel interessant zijn, die we ook voor de inwoners van Zuid-Holland-Zuid natuurlijk gewoon kunnen gebruiken. En mensen hebben minder stress. Of hebben dingen bedacht om met stress om te gaan. Manjana, kom morgen allemaal wel. Ze eten gezonder, ze eten veel plantaardig voedsel, beperkt vlees, familieverbanden, meedoen in de samenleving is een belangrijk ding. Een middagdutje, ook belangrijk, ja. Dus, Dordrecht een blauwe zone over, pak weg, nog eens 100 jaar. Ja, dat zal nog heel lang duren, want die blauwe zones in de wereld die hebben ook wel wat mee. Hè. Die liggen op prachtige plekken waar zaken als luchtkwaliteit, milieuvervuiling veel minder een rol spelen dan hier. Maar het is een mooie ambitie om die blauwe zone voor pak een beetje 100 jaar wel gerealiseerd te hebben. Eerst maar even zorgen dat iedereen massaal aan de olijfolie gaat en de honing, hè? Ja, dat is een mooi begin.